Dit is Lingo. Hier is uw presentator, François Boulanger. Dag, goedenavond. Welkom bij Lingo. Met voor de tweede maal de beide zussen uit Helmond. Hier staan ze weer te trappelen van ongeduld. Ja. Heidi en Sandra. Goedenavond. Lekker geslapen? Ja. Ja? Ja. Ja, dat was. Ja, nee, ja, jullie hebben dapper gespeeld eigenlijk de vorige keer. Het ging op het laatste even mis. Ja, dat was een redelijk hoeveelheid geld. Ja, want we worden niet meer goed. Vertel nog even heel kort. Je komt uit Helmond. Helmond, ben secretaresse bij een textielbedrijf in Helmond. Ben getrouwd. Geen kinderen. Bon. Ik ben huismoeder van 3 kinderen en ik werk part-time op het putspeelt en 2,5 dagen. Hoeveel ga je winnen vandaag, Heidi? 20.000. 20.000, daar hou ik je aan. Heidi en Sandra! Pep en Henny, aan deze kant. Ja. Pep, waar kom jij of jullie vandaan? Ik kom uit Zwolle. Uit Zwolle? En Henny? Uit Zwolle. Beide uit Zwolle. En ja. Hoe kennen jullie elkaar? Nou, we hebben in dezelfde, nog niet dezelfde wieg gelegen, maar we komen wel uit bij de, van dezelfde vader en moeder. We hebben dezelfde bron. We hebben dezelfde bron, ja. Ja, broer en zus dus. Ja. Beb, wat doe jij overdag? Ik heb een administratieve baan bij het bedrijfsbureau van de technische dienst van een ziekenhuis. Ah ja, je weet niks van zieken dus eigenlijk. Ja, ik weet er wel wat van, maar het is niet mijn directe contact. Nee. En Henny? Ik werk bij het ministerie van Onderwijs en dan met name de accountantsdienst. En dus jij hebt ook eigenlijk geen verstand van onderwijs? Ik heb geen verstand van onderwijs, eigenlijk. De accountantsdienst. Ja. Wat doen jullie precies dan? Wat controleer je dan allemaal? Ja, het komt er in principe op neer. Nagaan of de gelden die door de belastinggever worden beschikbaar gesteld, dat die goed worden uitgegeven. Maar ik zit veel bij een informatiseringsbank. De bank van de studiefinancieringen. Oh, dat is nu in Groningen? In Groningen. Ja, dat was vroeger nogal een zootje daar, hè? Ja. En hoe is het tegenwoordig? Goed. Ja? Iedereen krijgt zijn geld weer op tijd en al dat soort dingen, ja. Beb, naast het ziekenhuis en het werk? Tennissen. Tennissen? Squashen. Dat is ongeveer tennissen, hè? Ja, voetbal kijken. Waar ben je fan van? Nou, ik heb niet echt een club dat ik zeg van, nou, daar ben ik echt een favoriet van. Maar het Nederlands elftal, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, echt chauvinistisch. Ja, echt lekker chauvinistisch, ja. En Henny? Veel sporten, bridge, vogels kijken. Vogels kijken. Ja. Ja, leuk. Ja, vind ik wel. Oké, hebben we wat, hebben we Beb en Henny een beetje leren kennen. Dus ik wens jullie ontzettend veel succes. Ja, Beb en Henny. 1750 gulden in de jackpot. Die begint alweer lekker gevuld te raken. En ik deel de kaart uit. De oneven getallen voor Beb en Henny. En de strepen natuurlijk achterweg. En de even getallen voor onze zussen uit Helmond, Heidi en Sandra. En ook daar verdwijnen er weer 8. De nieuwe kandidaten mogen altijd beginnen, dus Beb, voor jou het eerste woord, de G. Geval, G-E-V-A-L. Graaf, G-R-A-A-F. Graad, G-R-A-A-D. Ja, die is goed! Eerste woord geraden en de eerste 2 ballen voor jullie kaart. Nummer 53. Nummer 53 halen we weg. Nummer 57. En nummer 57 halen we ook weg. En dan is het volgende woord voor Henny. Ieder. I-E-D-E-R. Imker. I-M-K-E-R. Inleg. I-N-L-E-G. Innen, I-N-N-E-N. Innen met een I gespeld, ja. En innen is goed! Weer 2 ballen. Nummer 35. 35 gaan we weg. En 25 halen we ook weg. 17 geeft zo dadelijk al Lingo. En Henny gaat door met een volgend woord. Borst, B-O-R-S-T. Baart, B-A-A-R-D.
Beest. B-E-E-S-T. En Beest is goed. Twee ballen. Nummer 5. Nummer 5 strepen we weg. En voor Beb. Nummer 11. Nummer 11 strepen we ook weg. Er beginnen langzaam steeds meer lingokansen te ontstaan. En Beb gaat door met een nieuw woord. Datum. D-A-T-U-M. Deren. D-E-R-E-N. Druif. D-R-U-I-F. Danig. D-A-N-I-G. En de laatste kans voor Beb. Kom op, Beb. Nee, Beb ziet het niet. We gaan naar Heidi. We blijven in de vijfde beurt, dus je mag niet overleggen. Je krijgt wel een bonusletter. Dooien. Dooien? Nee, dat was te laat. Ik kijk naar de jury. Dat was te laat, hè? Oké. Okay. Dan blijven we in dezelfde beurt. We gaan naar Henny. Die krijgt een bonusletter en mag niet overleggen. Dosis. D-O-S-I-S. I-S. Dat is goed. Nou, is toch nog goed gekomen allemaal. De beurt even weggegeven. Mij weer teruggepakt. Twee ballen voor de kaart. Nummer 3. Nummer 3 is dat inmiddels. Ja, natuurlijk.